Daniel is een man die in een enorme crisis terechtkomt, omdat hij in een auto-ongeluk terechtkomt. En het bloed van zijn nichtje wordt achterin op de achterbank gevonden. En ze verdenken hem van de moord op zijn nichtje. Maar hij zegt, ik kan het me niet meer herinneren. Ik kan me helemaal niets meer herinneren. Ik liep over een weg met bomen aan weerszijden. Heb je iemand gezien? Had ik iemand moeten zien? Het voelde een beetje alsof ik droomde. Het is heel spannend en interessant om iemand te spelen die natuurlijk niets meer weet. Moet je maar iets bij voorstellen dat je dus rondloopt in de wereld en dat mensen naar jou toe komen en iets van je willen en van je vinden. Terwijl je zelf niet weet wie diegene is. Maar de mogelijkheid is ook nog aanwezig dat Daniel Elias alles speelt. Want hij is een advocaat die al acht zaken gewonnen heeft door geheugenverlies op te voeren in de zaken op te voeren. Wie ben ik? Daniel Elias. Heb je kinderen? Ja. Paul en Juliet. Ons nichtje wordt vermist. Ze zat in jouw auto. Nou ja, het zijn mensen die proberen zich uit een enorm benarde situatie te redden. En dat brengt natuurlijk dat brengt een hoop opportunisme met zich mee. En overlevingsdrift. En dat maakt de serie wel heel interessant. Het is leuk om thuis te gaan zitten kijken en te denken, wat zou ik doen in dit geval? Of schuldig of onschuldig? Ik kan me niks meer herinneren. Wat doe jij? Wij waren samen. Laat me hier buiten, Daniel. Ik weet dat je niet aan geheugenverlies lijdt. Ik weet wie jij bent.